een foto maken. Dat is wel leuk, hè?
Goedenavond. Fijn dat je ons te woord wil vragen. Graag gedaan. Ja. Ja, ik geef je een hand. Ja, dat mag niet, hè? Zo. Of handig, eerst deze even. Ja, dankjewel. Een brief namens de boer van Nederland. Ja. En de eerste vraag die we willen stellen, fijn dat je onze delegatie van Team Antwoord wil staan. Ja. Maar hadden we onze politieagent die ons vrij heeft toen Reuten gelegd van ik mocht niet de vraag stellen of de rest van de groep ook hier mee mag staan. Wij staan in voor de garantie dat er echt niks gebeurt. Nee, daar ging ik ook vanuit. Wij zijn echt niet hier om u wat aan te doen. Nee. Zelfs gewoon om ons bedrijven en niet om personen. Ja. We willen gewoon de brief die persoonlijk komen overhandigen. Ja. Dat was onze insteek eigenlijk. Dat is nou gelukt. Moet ik hem nou lezen of ga ik vertellen wat er is? Maar vindt u het goed dat de rest van de groep ook komt luisteren naar uw verhaal? Want wij zijn eigenlijk wel benieuwd van wat uw drijf verder achter is. Dus? De rest van de groep boeren weer naar de overkant van de weg zijn. Ja, maar dat wordt erg lastig. Want dan denk ik dat we het cinema in moeten, hè? In de zaal of zo. Nee. Ik sta echt 100% in. Die steken geen vinger uit. Ja. Daar sta ik 100% in. Dan sla ik ze zelf persoonlijk aan de grond. Die doen niks. Echt niet, 100%. Ja, kom op, hey, moet je even niet wat vragen van hem, hè, niet aan u. Nee, maar we kunnen het zo toch ook. Ik bedoel, jullie kunnen het verhaal toch ook overbrengen. Ja, maar hij is dan net zo makkelijk dat iedereen hoort. Ja. Dus toch uit de eerste. Ja. Kijk, ik was degene die het voortouw heeft genomen om naar u heen te gaan. En, dat is maar aardig... u komt het van zoveel? Nee, ik kom uit Marievelde. Een klein dorpje in de Achterhoek. Ja. Maar de andere 130, 140, 150 boeren die weer zijn gekomen, ik weet niet precies hoeveel dat zijn. Maar die hebben net zoveel moeite gestart om hierheen te rijden. Ja. En ik vind eigenlijk wel vanuit dat ze met z'n allen gewoon hier staan om uw verhaal te horen. Ja, maar wat voor vragen hebben jullie dan? Nou, gewoon een aantal vragen. Van, steek maar van wel dan. Nee. Dan gaan we weer aan de kern voorbij. Van, kijk, ik hou niet van discriminatie. Ik ben gewoon samen uit, samen thuis. Is het mogelijk? Nee, maar we hebben toch afgesproken met een delegatie. Oké, dan doen we het niet. Nou, Thijs, dan doen we het niet. Afgesproken. Dan weten we waar we staan. Dan weten we waar we staan. Steek van wel. Ja, steek van wel. Waar we beginnen wel is natuurlijk vandaag. Of lees eerst die brief maar even. Dat leef je echt mee. Maar... Dus opgestelde een van de vrouwen bij onze groep, Annelies Wiggers. Die zegt van, moet ik nou een brief opstellen voor Johan? Ja, dat is voor de ja. Zal ik hem voorlezen? Ja, lees maar voor. Het spijt ons dat het zo ver heeft moeten komen dat we deze brief bij u moeten komen afleveren. Mede door u wordt de agrarische sector in de hoek gedreven die we niet willen. We worden door u en de politiek monddood gemaakt. Vele bedrijven en aanverwante industrieën zullen omvallen door alle maatregelen, terwijl zij niets fout hebben gedaan en naar de letter van de wet hebben gehouden. Wij snappen dat er iets aan het stikstofprobleem moet worden gedaan. Heel goed. En de landbouw heeft al heel veel gedaan en zullen nog veel gaan doen. Maar het kan niet zo zijn dat de minister op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Zoals wij het begrijpen, wilt u het liefst weer terug naar de ot- en sien landbouw. Ja, dus dat is niet waar dus. Dit is echt niet meer realistisch. We kunnen dan niet meer als alle mensen van voedsel voorzien en bovendien wordt het voedsel dan onbetaalbaar voor het grootste gedeelte van de bevolking. Nu zijn andere sectoren eerst aan zet om wat aan het stikstofprobleem te doen. Wij kunnen op dit moment niet veel meer doen. De financiële reserves zijn op en we kunnen niet meer concurreren met omringende landen. Dat ben ik het ook niet eens. Nederland loopt voorop in de wereld wat kennis betreft en Nederland heeft de boeren nodig voor de veilige voedselvoorziening, voor natuuronderhoud en werkgelegenheid. Wat u en de overheid vergeet is dat wij alleen kunnen boeren met gezonde lucht en goede grond en dat wij met onze gewassen juist ook een bijdrage leveren aan de schone lucht. Als dit zo doorgaat bereiken we met ons allen niets. Wij boeren zijn het zat en laten ons op deze manier niet onder druk zetten. Wij zijn hardwerkende mensen die op deze manier voor onze rechten opkomen. Namens alle boze en teleurgestelde boeren in Nederland. Helder? Ja. Sommige dingen ben ik het zelf mee eens. Sommige dingen ben ik niet eens. Op de eerste plaats ben ik het mee eens. Ik kom zelf uit het boerderij. En mijn ouders zijn opgestopt. Omdat het niet meer uitkomt. Er wordt steeds verder schaalverrood. Dat is helemaal te hard. Dan wil je dat niet meer. Dan stop je ermee. En dat doet heel veel boeren nu ook. En dat heeft te maken met het feit dat de boeren moeten concurreren op de wereldmarkt. De Europese markt, de wereldmarkt. En ik weet ook, in Australië heb ik ook gezien, daar heb je ook boerenbedrijven. Of misschien een houderij van een paar duizend koeien hebben ze dan wel bij elkaar. Ja. En daar moeten jullie tegen concurreren. Dat is niet zo. Deels. Nee, die koeienbedrijven die daar zitten, die merken dat er wereldmarkt werkt. Ja. En
laat ik het zo stellen, wij hier als Nederlandse landbouw, dus als wij geen voedsel importeren, dan zijn wij net zelf voorzienend op calorieniveau voor de hele bevolking te voeden. We leven er dan nog een klein beetje uit, als we niet importeren, hè, dus geen vruchten importeren, en geen zeeafdrachten, geen Argentijns rundvlees, geen Braziliaans rundvlees, dus niet meer importeren. Op calorieniveau zijn we net zelf voorzienend. Ja. Wat we nou doen met uw plannen en de plannen van de regering, is de landbouw nog verder Nederland uitdrijven, nog meer natuur creëren in Nederland, en nog minder landbouw, dus nog minder productie. Als dan de kleur is uitbreken door 75 jaar terug, een oorlog bijvoorbeeld, of door corona zorgt ervoor dat er geen voedsel meer in de tijd geworden, hebben wij een groot probleem. We zijn niet meer zelf voorzienend. Nu krijgen we honger in Nederland. En wat brengt honger? Als er geen oorlog is, komt er oorlog voor honger.